Hoi, leuk, welkom terug bij mijn kanaal. Ik zie hier nu dat mijn speld niet goed zit. Even corrigeren. Ik hou niet van losse plukjes. Welkom terug bij mijn kanaal. Vandaag gaan we een hack proberen. Wordt denk ik niet zo lange video. Je kan me niet. Ik ga als eerste even de concealer doen. Omdat ik dat altijd eigenlijk als eerste doe. Dit is de corrector. En ik gebruik nu de True Skin Concealer. Dit heeft op zich nog niet met de hack te maken hoor. Dit is gewoon wat ik elke dag doe om een beetje de ergste roodheden in mijn gezicht te bedekken. De hack is dat je een foundation met een concealer, nee, met een primer moet melden. Dit is niet een goede primer daarvoor, want dit is een beetje een milky primer. Je moet een wat vloeibare, maar niet te vloeibare foundation hebben. En dan een jelly primer. Nou, oké. Ik neem één volle pomp foundation, dat heb ik altijd. En dan ongeveer de helft daarvan primer. Dat moet je dan gaan mengen. Dan wordt je foundation heel dunnig. En dat zou goed zijn ook voor een droge huid en voor de wat oudere huid. Nou, laten we beginnen. Ik heb de True Skin Foundation genomen omdat ik die gewoon heel goed ken. En dat is veruit een van mijn favorieten. Dit zou je dus echt een flawless finish moeten geven. Oké, en wat zie ik? Hij glowt iets meer dan normaal. Het blijft niet hangen, maar dat doet de foundation bij mij nooit. Hij is iets minder dekkend dan normaal. Ja.
Zie ik nou echt heel veel verschil? Misschien moet je gewoon eigenlijk ook gewoon afwachten, zeg maar, hoe die draagt gedurende de dag. Want dat kan natuurlijk, hè, dat je nu niet zoveel ziet, maar het geeft een hele mooie finish. Ja, absoluut. Ziet er heel mooi uit. Het geeft iets minder dekking en iets meer glow. Ja. Ja, ik heb nog steeds natuurlijk gewoon rimpels en een huid van een 50-jarige. Droog ook. Wat je overigens niet ziet. Kijk, de roodheden zie je altijd, hè, bij mij. Dat, en dat vind ik ook niet erg. Ik bedoel, roodheden zitten er nou eenmaal. Maar. Nou. Ik ga mijn make-up afmaken en we gaan het gewoon zo vandaag laten zitten. En dan, dan zien we wel hoe die het houdt. Het ziet er goed uit. Het heeft een mooie glow. Het ziet er natuurlijk uit. Het lijkt niet of ik... Van dichtbij lijken de poriën groter. Nee, kleiner. Van dichtbij lijken de poriën kleiner dan van ver weg. Heel apart. Oké, ik ga mijn make-up afmaken en dan gaan we dit de hele dag laten zitten. Ik kom er nog wel een keer op terug, denk ik. Ja, wat vind ik van de hek? Ja, hek. Oké, je moet een jelly primer hebben. Deze hek heb ik het eerst gezien bij Nina Ubi. Die gebruikte de Milk. Die heb ik niet. Dus ik gebruik dan de Huda. En je moest een liquid foundation nemen. Maar niet te liquid. Nou. En medium tot full coverage. En deze, zeg maar samen, zwakt, geeft de foundation een mooie glow. En zwakt de dekking een beetje af. Maar ik moet zeggen, mijn huid ziet eruit als huid. Als ik zo naar buiten zou gaan, zou niemand denken dat ik make-up op heb. Daar lijkt het echt niet naar. Nou, ik ga de rest afmaken en we gaan het laten zitten. En dan zien we of het ook iets met de draagtijd doet. Het ziet er in ieder geval mooi uit. Dus het proberen waard als je denkt, ik zoek iets anders. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Laat een berichtje achter met dingen of hacks of waarvan je denkt, joh, dat moet je een keer proberen. En abonneer op mijn kanaal. Dat is altijd leuk en daar help je me mee. En dan zie ik je graag bij de volgende. Dankjewel. Doei.